Vandaag treedt de band Aimjazz op hier in Krank Café, de haven van Eemnes. Velen van u zullen deze prachtige band al kennen, maar wie zijn nou eigenlijk de bandleden van deze band?
Hansje, als je je band zou willen omschrijven, wat voor band zijn jullie dan? We zijn een swingorkest, geen Dixieland, hoewel er wel eens een Dixieland nummer tussen zit, daar beginnen we mee. Maar het is, ja, men omschrijft het als swing van toen, van vroeger en nu. We doen veel jaren 50, 60 nummers, zoals Bye Bye Love. We eindigen altijd met Blueberry Hill Jambalaya, dat is standaard. Dat is... Maar waarom eindigen jullie daarmee? Om, ja, langzaam bouw je een repertoire op en dat is een heerlijk nummer van Fats Domino, jaren 50. Dat swingt lekker. Dat swingt en je hebt iedereen op de vloer. En als je dan Jambalaya achteraan doet, dan blijft, ja, dan blijft iedereen dansen. Waarom hebben jullie gekozen voor de jaren 50 en 60? Dat sluipt erin, want we pakken ook ballads. Van alles wat? Van alles wat. En want jullie spelen ook een beetje Latin, hè? Ook Latin, London is the place for me, Manana, Creole song. Ieder wat wils eigenlijk. Ja. Jullie zijn een unieke band zo. Thank you.
wat vindt u van deze band, de Amjazz? Heel gezellig, heel goed. Ik vind ze heel muzikaal. En dus heel gezellig om daar een glaasje wijn bij te drinken. Op zondagmiddag ben je lekker naar muziek aan het luisteren met een hap en een snap. Ik vind Amjazz heel erg gezellig, heel erg leuk. Beetje nostalgisch, hang ik daar niet zo in, maar ja, vind het wel heel erg gezellig gewoon. Gewoon lekkere muziek, biertje erbij, goed gesprek, helemaal af. 1, 2, 3, 4.